Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Laatst heb ik een kleine story gedeeld op Instagram van het ontwormen van een paard. En jullie vroegen massaal om een volledige video erover. Dus hier is hij. We gaan het vandaag hebben over hoe leer je je paard makkelijk een ontwormingsspuit aan te nemen. Ontwormen is voor veel paarden en dus ook mensen echt een crime. Paarden die vinden het natuurlijk super smerig. En ik snap ook echt niet waarom we nu nog steeds geen ontworming hebben ontwikkeld voor paarden die lekker smaakt. Maar goed, daar ga ik niet over helaas. Maar dat zou natuurlijk eigenlijk wel een eerste stap zijn. Want als de ontworming niet zo vies is, zou het voor paarden ook niet zo vervelend zijn om ontwormd te worden. Maar het tweede is natuurlijk dat een paard het sowieso niet heel prettig vindt om vastgehouden te worden en iets in zijn mond geduwd te krijgen. Wat dan vervolgens er ook nog naar binnen beweegt. Want er wordt iets op zijn tong gespoten en het smaakt dan ook nog eens heel vies. Dus dat is eigenlijk een opstapeling van vervelende dingen voor je paard. En hoe kan je dat nou prettiger maken? Nou, klikkertraining natuurlijk. En in deze video ga ik je laten zien hoe ik daarmee train met de paarden hier in Diezen. Ik sta nu bij de stal van Donna. Donna heeft echt een hekel eraan om ontwormd te worden. Het moment dat zij doorheeft dat we een spuit hebben, begint ze al meteen eigenlijk te vechten. Dat ze zegt, nee, dat wil ik niet, haar hoofd omhoog en noem maar op. Ik ben nu al een paar trainingen met haar bezig geweest, dus het zal nu vast een heel stuk minimaler zijn dan wat ze in het begin liet zien. Maar ze laat nog steeds wel zien in het begin meteen van, oh nee. En dan daarna heeft ze eigenlijk redelijk snel iets van, oh, wacht even, ja, misschien viel het wel mee. Nou ja, en in dat proces ga ik jullie een stukje meenemen, want het mooie is dat ze dus niet meer helemaal aan het begin staat. Maar dat je nog wel een stukje ziet van haar aversie. Dus ik ga even de halster pakken, want dat is nog wel steeds makkelijk. Ja, want met haar veulen ben ik ondertussen wel zover dat ik zelfs zonder halster een ontwormingsspuit kan aanbieden. En dat ze hem zelf oppakt. Maar dat is met Donna nog geen optie. Hé Don. En dat komt ook omdat Donna natuurlijk al veel ouder is. En al veel langer tegen haar zin in ontwormd en verdoofd en alles is. Dus die heeft al veel meer ervaren dat het echt heel vervelend is om ontwormd te worden. Voor de video ga ik proberen om wat meer in de stalopening te werken. Normaal gesproken werk ik eigenlijk altijd met de stal dicht. En gebruik ik de tralies om dan even vast te kunnen houden. Kijk, we hebben een spuit. Ah, het is al veel minder dan wat het was. Maar je ziet dat ze nog steeds wel meteen wegtrekt. Dat ze meteen denkt, oh, dat wil ik niet. Lieve Aurelia, zou je dat... Aurelia, nee. Aronia. Het lijkt ook wel een beetje op elkaar, hè? Aurelia, Aronia. Maar het is wel echt Aurelia gedrag. Ja, het is echt Aurelia gedrag. Ja, goed zo. Nou, je ziet, het is al veel minder. Tenminste, je ziet, jullie weten niet hoe het was, maar geloof me... Het is al veel minder dan wat het was. Dus eigenlijk al veel sneller te zeggen, oké. En wat ik fijn vind, is als ik dus het neusje kan vasthouden. Of eventueel de halster kan vasthouden. Maar ik merk wel dat ze het met halster lastiger vindt. Goed. En je ziet, ik hou hem nu eigenlijk alleen nog maar tegen haar wang aan. En dat is waar ik natuurlijk start. Ik start altijd met dat ze hem überhaupt willen bekijken. Of aanraken. Of in de buurt willen komen van. En bij Donna was dat zeker, want op het moment dat ze die spuit zag, stond ze al bijna rechtop in de stal. En nou ja, je ziet dat het nu al veel minder is. Dat ze nu al veel meer heeft van, oh ja. En nou ja, wat ga ik doen? Ik wil dus ook bijvoorbeeld die neus vast kunnen houden. Want heel veel paarden vinden dat eigenlijk ook wel vervelend. Dus een van de dingen die ik ook los getraind heb, is gewoon dit mogen doen. Want als je eigenlijk al de mond niet vast mag houden of niet mag aanraken, wordt het heel moeilijk om dan dus een spuit in de mond te leggen. Ja, ik had eigenlijk gehoopt dat ze nog iets moeilijker zou zijn, maar de laatste training was heel goed gegaan. Dus we zijn met een mooie start, starten we nu meteen. Maar op het moment dat ik dus een paard ga leren om een ontworming aan te pakken, het voornaamste is dat we echt stap voor stap voor stap voor stap gaan werken. Ja, het is leeg. Ja, je wil wel graag wel een koekje, hè? Stapsgewijs trainen naar. En wat wil ik uiteindelijk als ik ga ontwormen? Wat wil ik als ik ga ontwormen? Ik wil dat ik die spuit kan pakken. Dat ik eigenlijk de neus vast kan houden. En dat ik die spuit in de mond kan duwen. Dat is waar ontwormen over gaat. En dan wil ik hem nog leeg kunnen drukken. Om die stappen te trainen heb ik een aantal dingen nodig. Ik heb als eerste stap nodig een paard die bij het zien van die spuit niet in paniek raakt. En dat zijn er echt al heel veel die in paniek raken bij het zien van de spuit.
Dus het eerste wat we gaan doen is trainen op naar de spuit kijken. En er dus naartoe bewegen en er niet vandaan bewegen. Dus dat is het eerste wat ik heb beloond in mijn start met ontwormen. Nou, het tweede is dus wat ik al zei. Eigenlijk het aanraken van het hoofd met de spuit. Goed zo, pakt hij hem zelf al vast. Dat was knap. En de derde stap die ik dan ga maken is eigenlijk dat ik de spuit weer even wegstop. En dat ik dus met mijn handen die neus vast mag houden. En ze mag wegtrekken, vind ik helemaal niet erg. Alleen het levert dan niks op. Dus als zij de neus stil houdt in mijn handen, dan levert het wat op. Ik ga haar dus ook niet vasthouden, ik grijp haar niet. Ik leg mijn handen zachtjes om de neus. En houdt zij haar hoofd stil, dan heeft ze daar wat verdiend. Als ze wegtrekt, heeft ze niks verdiend. En dat is heel belangrijk bij klikkertraining. Ze mag fouten maken, ze mag gewoon iets anders doen. Ze hoeft helemaal niet te doen wat ik van haar wil. Alleen, als ze dat niet doet, krijgt ze geen beloning. En zij wil heel graag die koekjes hebben die ik voor haar heb. Dus om die te kunnen bemachtigen, moet ze toch doen wat ik wil. En dat vind ik altijd zo'n hele nare zin, hè. Zij moet doen wat ik wil. Maar ja, goed, in dit geval is het echt alleen maar in haar belang. Want ze hoeft verder eigenlijk maar heel weinig. Maar zij heeft heel veel moeite met de achterbenen optillen bij de hoefsmid. Daarvoor verdoven we er altijd met een pastaatje, zodat ze dat wat makkelijker kan. Is ze wat ontspannender, is ze wat zachter. En dat is voor de hoefsmid gewoon ook veiliger. En ze heeft zoveel moeite, want dat heb ik getraind. En ze doet het nu zonder dat ze hem meteen probeert om dood te slaan. En dat is wel heel fijn. Alleen wat je dus nu zag, is dat ze, toen ze dus eigenlijk niet meer bezig was om jou dood te maken, zie je gewoon dat het er heel veel moeite kost. Want ze heeft een blessure waardoor ze ook niet gereden kan worden. En ze wordt als fok mee gebruikt. Ze geeft hele fijne mooie veulens. Als ze in de wei staat en met de veulen staat, is ze ook pijnvrij. Maar het in de houding brengen voor het optillen van de voet en dus door de smid vast laten houden een tijd lang om te kunnen bekappen, dat is voor haar echt heel oncomfortabel. En dat wilde ze uiteindelijk wel voor me doen, maar het kostte daar ongelooflijk veel kruim. Nou ja, daarom hebben we besloten om haar bij de hoefsmid gewoon eventjes te verdoven. Een pastaatje te geven, zodat het gewoon wat makkelijker voor haar wordt. Maar goed, die pasta wilde ze dus ook niet, want ja, dat was natuurlijk net zoiets als een ontworming. En ja, hetzelfde principe is ook niet lekker. En daar hadden ze dus ook meteen dat ze al in de paniekvechtmodus ging als ze die spuit zag. Nou, daarom ben ik dus begonnen met trainen om te zorgen dat zij dus niet meer meteen in de paniek schiet als ik een spuit in de mond wil duwen. En nou ja, je ziet dus nu, ik mag dus neus goed aanraken. En dan gaan we dus door naar de volgende stap. Ik wil het hoofd vasthouden terwijl ik de spuit in de mond kan leggen. Wat is nou de volgende stap? Ik heb net wat brokjes in water gelegd, maar ik heb hier alleen koud water. Ik denk niet dat ze al geweekt zijn. Dat is de spuit vullen met iets lekkers. Bijvoorbeeld met wortelprut, met brokjesprut. Als je bijvoorbeeld slobber of zo hebt, kan je dat ook doen. Kijk, op zich wil ik op een gegeven moment ook graag gewoon een lege spuit kunnen leeg drukken in haar mond. Dus niet meteen iets vies gaan spuiten, maar juist iets lekkers spuiten. Ik heb ook heel veel gehoord dat mensen appelmoes gebruiken. Ik moet zeggen, de paarden waar ik tot op heden heb geprobeerd met appelmoes te werken, die vonden die appelmoes echt niet lekker. Nog niet eens los zo op mijn hand. Dus die maak je echt niet blij met appelmoes in de mond spuiten. Ja, en dan heb je nog steeds iets wat ze niet lekker vinden wat je naar binnen toe duwt. Heb je dus niks aan. Dus het moet wel echt lekker zijn. Nou, de volgende stap die ik dan eigenlijk wel wil zetten, met haar nu ook, dat is eigenlijk dat ze hem gewoon zelf gaat pakken. Dat ze echt snapt van oké, dit moet in mijn mond. Ze denkt, ja, maar ik wil wel liever in jouw hand kijken. Nee, niet. Alle paarden vinden mijn jas leuk. Er zit hier zo'n dingetje aan en daar kunnen ze aan trekken en dat vinden ze allemaal leuk. Vraag me niet waarom. Ja. Kijk, hier pakte ze hem nog niet in de mond, maar ze deed hem wel bij de lippen. Nou, dan pak ik die om te belonen. Om haar uit te gaan leggen van, goh, ik wil hem graag in jouw mond. Want nu zit ze er meer met een neus aan. En als ze bij de lippen komt, denkt ze meteen, nu. Ja, dat mag. Maar dat levert dus niks op. Nee, we gaan niet zelf in de zak zitten. Kom. Ja, er zit nog van alles krakends in. Daar zat hij in je lippen. Heel goed.
Ik heb een lekkere mix van gewone brokjes, gewone biks. En stukjes wortel in mijn zak zitten. Dus het is een verrassing iedere keer wat ze in haar mond geduwd krijgt. En dat geeft een beetje het grabbelton effect. Vinden paarden ook vaak echt heel leuk. Om dat verrassingseffect te hebben. Zo. Je ziet dat het nu nog meer toevalstreffers zijn dat ze hem even in de mond neemt. Dat vind ik helemaal niet erg. Want uiteindelijk kunnen we die toevalstreffers aan elkaar vastplakken. En dan krijgen we een paard die begrijpt van, oh verrek. Iedere keer als hij toevallig in mijn mond komt. Juist. Dat is knap. Goed zo. Nou, dan gaan we nog even met een ander paard aan de gang. Want Donna doet hem eigenlijk voor mij nu voor de video iets te goed. Ik heb er nog eentje waar ik nog niet mee getraind heb. Die staat op dit moment buiten. Gaan we daar even naar kijken. Kijk, want wie hebben we hier? Nou. En als het goed is, zou dit zichtbaar moeten zijn? Zo. Nou, dan zie je dat hij goed naar binnen komt. Ik zal het even erbij inkomen. Ik kan hem nog een keer laten zien. Nou, en het voordeel van zo'n veulen is natuurlijk, die heeft nog niks meegemaakt. In zoverre dat we er laatst eens ontwormd hebben. En dat was drama. En daarom ben ik bij haar gaan trainen. En nou ja, daar zag je dat de aversie hem voor haar vooral in zat, dat ik iets in haar mond wilde duwen. En niet zozeer nog de ontworming zelf. Waar Donna dus echt aversie heeft tegen de ontworming, dat ze al weet wat het is en weet wat het gaat worden, is het bij haar veel meer geweest dat ze gewoon zoiets had van, hé, waarom zit jij iets in mijn mond te duwen? Dat wil ik niet. Ah, paniek. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het type paarden. Hè? Ik bedoel, dit zijn paarden die zijn gefokt voor de sport. Die zijn net even wat heter en sensibeler dan het gemiddelde recreatiepaard. En dat is niet erg, maar dat reageert gewoon wat anders. Ik bedoel, mijn paarden heb ik dit nooit hoeven trainen. Want als ik die wil ontwormen, dan pak ik een ontwormingsspuit, pak ik een paard, duw ik hem in zijn mond, vindt hij prima. En dan zegt hij, gadverdamme, had je niet iets lekkers? Dan zeg ik, hier heb je al koekjes. Zegt hij, oh ja, die zijn wel lekker. Klaar, opgelost. Is niet nodig om te trainen. Deze Mary, die vindt ontwormen ook heel stom. Candela heeft eigenlijk nog niet heel veel meegemaakt. Dus die gaan we eigenlijk heel klein belonen voor gewoon aanraken. Goed zo. Ik pak even geen klik bij Ken. Want Lisje die kent de klikker ook heel goed. En die denkt dan dat iedere klik voor haar is. En die snapt hier al helemaal geen jota van. Die zegt, geef die spuit maar aan mij. Goed dag. Kom, stapje terug. Juist. Goed zo. Ja, maar jij mag nog een keer. Goed zo. Je ziet dat Candela echt meteen denkt van, nou, nee. Dat is begrijpelijk. Goed zo. Ze reageert minder heftig dan Donna. Maar dat is prima. Ja, maar ik wil niet tussen je tanden. Ik wil hem niet tussen je tanden. Daar. Goed zo. Goed zo. Ja, dit zit vele speeksel aan, hè? Kijk, als ik dit paard nu meteen zou gaan proberen te ontwormen, dan zie je eigenlijk meteen dat er wat... Oh, heel braaf. Dat er wat paniek ontstaat, maar ze heeft het wel eens vervelender gedaan dan nu. Heel goed hoor. Volgens mij heeft ze van de andere paarden gezien dat het allemaal wel meeviel. Goed zo. Goed zo. Nou, dit is nou ook niet zo'n heel denderend voorbeeld vandaag.
Want dit gaat eigenlijk heel prima. Kijk, en weet je, voor mij hoeven ze hem... Ik zal even iets verder naar voren komen. Voor mij hoeft ze hem echt niet zelf vast te pakken. Kijk, het is wel leuk om dat erbij te trainen. Maar ik vind dat niet eens heel belangrijk. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik zo'n paard relatief makkelijk kan ontwormen. En dat ik niet mijn arm uit de kom getrokken word op het moment dat ik ze vast probeer te houden. Maar ik wil graag uiteindelijk dat zo'n paard zegt, oh ja, weet je, prima. Wat je dus eigenlijk net bij Donna al zag, wat je bij Liz helemaal ziet. En dat ga ik dus doen door het echt stap voor stap te trainen. En ik wilde jullie dus in dit geval even een stapje van het proces laten zien. Wat ik dus nu doe, is de spuit tegen de wang aanleggen. En daarvoor belonen. Dus nog helemaal niet heel hard vasthouden. Nog helemaal niet beide naar binnen duwen. En ze hoeft voor mij ook helemaal niet naar de spuit toe te bewegen. Als ze het maar niet erg vindt dat ik hem naar haar toe beweeg. Liz. Die eerlijke meisje. Ja, als dat goed gaat en je ziet dat ze eigenlijk niet op weg trekt, dan ga ik hem anders doen. Dan ga ik dus mijn hand over de neus leggen en hem dan dus er tegenaan leggen. En je ziet nu, ze trekt weg. Nou, vind ik helemaal niet erg. Maar als ze hem stil houdt, dan krijgt ze een beloning. Oh, Liz. Je bent echt een beetje vervelend, meisje. Maar ik wil je eigenlijk niet een stukje van je buitentijd ontnemen. Ja, ik sta nu echt een beetje onhandig te doen natuurlijk met twee paarden. Maar ik wil Liz eigenlijk de buitentijd niet ontnemen. Want ze staan natuurlijk maar een halve dag buiten. En ze kan ze nu binnenzetten en uit elkaar halen. Maar ja, dat vind ik dan eigenlijk ook weer sneu. En ze vindt het dus nu moeilijk dat ze niet mee mag doen. Nou, dat snap ik. Eigenlijk zou ik dat natuurlijk moeten hebben voorbereid met bijvoorbeeld een stukje mattraining of zo. Dat zij iets te doen heeft terwijl wij ook werken. Maar ja, ik wilde gewoon even snel deze video maken. En ik wilde dit paard nog even gebruiken voor de video. En ja, soms is het even zo. Nou ja, je ziet nu dat Kendall aan het oplossen is. Die jaagt Liz bij ons weg. Maar ja, dan hoort ze weer de klik. Oh, ik moet ook niet klikken voor jou, hè? Dat was ook zo. Goed zo. Dat scheelt waarschijnlijk ook al de helft. Maar goed, soms is het even niet perfect getraind. Maar het ging me voornamelijk om jullie even te laten zien. Van goh, goed zo. Hoe start je hier nou mee? Je ziet dat ik dus nu eigenlijk niet meer doe dan de spuit tegen de wang aanleggen. Terwijl ik haar hoofd vasthoud. En zij vindt het dus niet vervelend. Die had ik natuurlijk net ook gezegd. Om vastgehouden te worden. Maar kijk, toch wel een beetje. Goed zo. Dus dan gaan we die ook nog eventjes in stapje erbij werken. Zo. Mijn camera viel uit. Ik ben alleen vandaag. Ik heb geen filmer. En daar ben ik gewoon niet zo heel goed in. Dus ik moet even kijken wat er wel en wat er niet op stond. Maar dat moet ik straks thuis doen. Want anders moet ik hem nu helemaal terugspoelen. En dat is helemaal niet te doen. Maar ik loop voor de zekerheid nog even de stappen door. Wat ik dus met Candela gedaan heb. Het is het aanraken. En in ieder geval dan dus niet van wegschieten. Ja, Liz wil ook nog een keer. Ja, dan moet hij wel daar. Goed zo. Volgens ben ik bezig geweest met Kendela uitleggen dat ik graag de neus vast wil kunnen houden. En toen dat goed ging, heb ik Kendela uitgelegd dat ik de neus vast wil houden terwijl ik de spuit tegen de wang aanleg. Maar niet in de mond, maar wel tegen de wang aan. En de volgende stap gaat worden dat ik de spuit ook in haar mond kan duwen. Maar ik denk dat dat nu kan een keer. Dan zie je dat ze meteen wegtrekt. En logisch, hè? Is helemaal niet erg. Heel begrijpelijk. Maar dit. Kijk, daar ziet ze al een beetje zo van. Nou, goed zo. Te twijfelen. Helemaal nu Liz weer voor mijn neus staat. Ken, mag ik hem nog één keer bij jou doen? De spuit. Goed zo. Tegen de neus aan en meer niet. En dat is waar ik voor vandaag met Kendela stop. Dit is prima voor de training van vandaag. En tjoep tjoep tjoep. En dan zie je dat zo'n partytraining aan zich ook gewoon weer heel leuk vindt. Zelfs al doen we iets wat eigenlijk niet leuk is. Goed dan, meisje.
Ja, je hebt hem. Nee, niet tussen je kiezen. Niet tussen je kiezen. Goed zo. Doosje. Je ziet dat zij nu helemaal fanatiek is. En ik ben dus van overtuigd de volgende keer dat zij ontworpen moet worden. Dat het een veel minder groot probleem gaat worden dan dat het de laatste keer was. De laatste keer hebben we echt met haar gevochten en er uiteindelijk een praam op moeten zetten. Want ik had gezegd, die ontworming moet erin. En als ik het eerst moet gaan trainen, ja, dan ging dat achteraf een stuk vlugger dan ik had ingecalculeerd. Maar ik denk, als ik het eerst moet gaan trainen, zijn we met die ontworming veel te laat. En juist voor die jonge paarden is die ontworming ook weer heel belangrijk. Dus dan nu maar even in één keer vechten en doorzetten en het erin hebben. En dan gaan we daarna wel op het gemak trainen. Ja, en soms is het zo. Soms moet je even roeien met de riemen die je hebt. En even moet er iets gebeuren. En zeker met jonge paarden, die zijn nog niet altijd klaar voor wat ze voor hun gezondheid nodig hebben. En dat is altijd een lastige afweging, het mentale ten opzichte van het gezonde. Maar in general kan je eigenlijk ieder paard op deze manier gaan uitleggen hoe ze een ontworming kunnen aanpakken. En dat een ontworming niet per definitie vervelend is. Het is natuurlijk nu wel belangrijk om dit er regelmatig in te houden. Als ik nu alleen nog maar ga ontwormen en nooit meer iets lekkers in die spuit stop, dan zal je merken dat ze binnen no time toch weer zegt, blijf met die spuit maar bij mij vandaan. Want daar komt alleen maar viezigheid uit. Dus ik moet het wel onderhouden. Maar ja, hoe moeilijk is het om af en toe even wat lekkers in die spuit te stoppen en hem er een keer in te duwen? Dus niet zo'n probleem. En op die manier onderhoud ik dus het feit dat er ook wat lekkers uit de spuit kan komen. En ja, zo af en toe komt er iets niet lekkers uit. Ja, dat is heel rotvoordig. Maar dat maak ik dan weer goed met handen vol brokjes naar de hand. Hé, meisje? Ja, dus eigenlijk dat. En ik ben heel benieuwd of jij hiermee aan de gang gaat. Of jouw paard het nu moeilijk vindt en of het lukt. Mocht het nou niet lukken, ik geef natuurlijk ook les. Ik kan je daar dus bij helpen. En ook bij alle andere dingen die misschien nu moeilijk zijn. Ik zie heel veel mensen die vaak zeggen, ja, mijn paard is nou eenmaal zo. Mijn paard is nou eenmaal lomp. Mijn paard is nou eenmaal beukt hij mij ondersteboven. Of mijn paard trekt zich nou eenmaal los. Of mijn paard, nou ja, noem maar op wat paarden allemaal doen. Maar heel veel gedrag, heel veel probleemgedrag is op te lossen. Door daar gewoon heel bewust mee aan de gang te gaan. En als jij nu zegt van, goh, ik zou dat eigenlijk wel heel graag anders willen. Mijn paard wil ik graag braver bij de hoefsmid. Mijn paard wil ik, ja, noem maar op. Ik kan je daarbij helpen. Dus kijk op mijn website. En die staat hieronder natuurlijk in de beschrijving. En dan kan je vinden waar ik zit. Ik zit in Eindhoven. En waar ik kom en wat het kost en et cetera, et cetera. Dus krijg je alle informatie. En als jij dit nou een informatieve video vond en denkt dat iedere paardeneigenaar dit zou moeten zien, vergeet dan niet, doe vooral ook even een duimpje omhoog. Want dat helpt de video in het algoritme om hoger te komen. En dus bij meer mensen in beeld te komen. En als je het niet gedaan hebt, natuurlijk abonneren. Want dan blijf je op de hoogte van alle informatieve video's die nog gaan komen. Gaat die lekker, schat. En kijk ook zeker even terug op het kanaal voor alle informatieve video's die erop staan. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Wil je zo graag hebben, hè? Ja, wil je zo graag hebben? Dank je. Ja? Goed zo! Wat jouw weer een koekje verdient, hè? Nee, die zijn dan bijna net zo erg als mijn paarden. Het ligt waarschijnlijk toch aan mij, hè? Ja, het ligt waarschijnlijk toch aan mij, hè? Is het gezellig? Is het gezellig?